Hoe ziet de organisatie van de toekomst er op HR-gebied uit om snel in te kunnen spelen en anticiperen op een volatiele markt? Wat je nu ziet, omdat echt de omgeving is buitengewoon moeilijk in te schatten. Dat betekent dat je, als je kijkt naar de verzekeraar, dat die eigenlijk terug moet gaan naar zoveel mogelijk een hele smalle lean en mean organisatie. Met daarbij natuurlijk een relatief grote flexschil. En wat je ook gaat zien is dat echt essentiële functies, dat die ook steeds meer in de flex gaan vallen. Kijk je naar detacheerders. Eigenlijk spreken wij zelf al niet meer eens meer van detacheerders. Wij verzorgen eigenlijk het hele HR-gebied. Wat je ziet dat wat wij aan het doen zijn, is dat we steeds meer gaan samenwerken met de verzekeraars. Eigenlijk veel meer partnership om uiteindelijk op het moment dat de verzekeraar meer of minder werk heeft, wij een deel van zijn probleem gaan overnemen. En het voordeel van ons is dat we natuurlijk branchebreed, dat we eigenlijk op heel veel vlakken binnen de verzekeringsmarkt actief zijn, hebben wij eigenlijk... Waar we aan de ene kant een tekort zien, zien we vaak aan de andere kant een overschot. En dan proberen we dat op elkaar af te stemmen door bijvoorbeeld ook een stuk opleiding en training. Kern zit hem erin, inderdaad partnership. En wij proberen dan ook heel duidelijk aan te geven. En dat noemen we met een partner in hoog- en laag conjunctuur. En hoe ziet de verzekeringsmedewerker van de toekomst eruit? Ja, dat is een leuke vraag. Uiteraard gelden alle normale zaken die nog steeds gelden. Wat je wel ziet is dat als het gaat over kennis is een voorwaarde, maar is niet meer doorslaggevend. Waar het echt om gaat is vaardigheden en houding. En wat je ziet is dat wij met name op zoek zijn naar medewerkers die niet alleen hun kunstje doen, maar ook net even iets meer doen dan alleen datgene wat ze moeten doen. Dus dat betekent dat ze niet alleen verstand moeten hebben van het proces wat ze uitvoeren, of het deelproces, maar ook van het totaal. En wat wij proberen met onze mensen is dat op het moment dat ze bij een Aegon of bij een Achmea hebben gezeten, dat je gaat kijken van hé, nu zit je op eenzelfde soortgelijke positie, wat valt je op en wat kun je daar als advies naar de opdrachtgever geven. Dus je probeert mensen te vinden die continu hun nek uitsteken, die net eventjes iets meer brengen dan alleen maar datgene waar ze voor gevraagd worden. En voor de rest zie je natuurlijk dat, maar dat zit hem nu ook met de afschaffing van het provisieverbod. Daar zie je dat worden dus mensen die moeten steeds meer in de huid van de klant kunnen kruipen. Die moeten steeds meer vanuit de klant gaan denken. Terwijl tot voor kort was het, wij verkopen gewoon datgene wat we moeten verkopen. En dat is eigenlijk gewoon, oud. Wat zijn de consequenties voor de medewerker als gevolg van de invoering van het provisieverbod? Wat je ziet is dat door de invoering van het provisieverbod, dan moet ineens de klant gaan betalen voor advies. Dat wil die niet. Ik wil dat niet. Dus wat je dan moet doen als verzekeraar, maar ook als intermediair, dat je moet gaan nadenken, hoe kan ik dat nou zo efficiënt en zo effectief mogelijk uitvoeren? Dat betekent voor de medewerker dat hij eigenlijk in staat moet zijn om alle facetten van dat advies te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat hij eigenlijk achter de mail moet kunnen zitten en eigenlijk per mail vragen moet kunnen beantwoorden. Maar ook dat hij, wij spreken, achter een webcam hoe zit. Nederland is, dat stelt toch weer hele andere eisen aan de medewerker. Maar hij moet ook, als de klant dat wenst, moet hij naar de klant toe. Dus dat geeft toch alweer aan dat je toch op heel veel facetten als medewerker daarop moet kunnen anticiperen. En dat zullen een hoop mensen niet leuk vinden. Want je ziet dat de meeste particulieren die werken. En dan zie je ze met name 's avonds en een deel in het weekend. Dan zijn ze goed bereikbaar. Dus dat betekent voor de medewerker dat hij bereid moet zijn om 's avonds tussen 6 en 8 of 6 en 9 te gaan werken. Maar ook zaterdagochtend tot veelal 1 uur. Dus het legt een groot beslag op de medewerker. Aan de andere kant, het wordt alleen maar leuker, want je kan echt nu de klant bedienen. En daar gaat het uiteindelijk om.